Ik hoor. Oh, daar! Oh, god! Kijk nou eens even onze werkplaat, dames en heren. 3, 2, 1. Wat gaan we nu doen? Repareer! Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan en vandaag wil ik jullie even vertellen dat ik ziek ben geweest een week lang. Jee, je hoort nog een beetje dat ik verkouden ben. Maar voor jullie is er niks veranderd, want jullie willen natuurlijk gewoon tankstation simulatore. Dus dat gaan we vandaag dan ook gewoon gezellig doen. De telefoon rinkelt. Waarom? You're putting hard work into keeping your station running again. Zeker. Kid? Goed. Ik zou het niet anders willen. I wouldn't have it any other way. Hij wil haar herinneren, blablabla. Mijn oom weet beter. Ja, cool. Als er een woord van lasten naar buiten komt, verkoop je misschien zelfs Egyptische diamanten gratis en niemand zal een oog in het zij halen. Oh. Verzamel positieve feedback van klanten. Hoge populariteit verhoogt het verkeer. Oké, okay. Positieve feedback kan worden verkregen. Het station, oké, okay. cool. Nou, dit zijn nog steeds de klanten van mijn tankstation. Welkom. Ik hoop dat ik die weg ooit een keer kan verbeteren, want het ziet er natuurlijk niet uit. Nou ja, of misschien rechter kan maken of zo. De winkel is nog steeds de winkel. Deze meneer die wil wat kopen. Nou, dat kunnen we gewoon fixen. Even de wand schoonmaken. Komt u maar. Piep, ja hoor. Piep, piep. Ja, dank u. Great job. Jij ook, man. Jij wil tanken. Nou, kijk. Top. Hebben we ook gedaan. En dan shift. En dan klikken. Amazing. Oh. Dat was iets te veel, volgens mij. Ja, dat was nice. Oh, verdomme. We hebben nog wel, rechtsboven als je kijkt, resterende tijd 4 minuten voor een overbleven lening van 800. En ik heb 1100. Betekent dit dat ik de snoeder moet betalen? Zou ik dat doen? Of ga ik dat lekker niet doen? Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat dan moet doen. You're amazing. Want dit is wel allemaal bijgevuld trouwens. Misschien kan ik het gewoon doen. Misschien kan ik die lening wel gewoon betalen. Even kijken, lening. Waar staat het ook alweer? Diensten, lening. Kijk, zal ik de lening betalen gewoon dan? Ik heb het geld. Oké. En nu? Lening betaald? Is dat goed zo? Ik denk het wel. Oh, ik moet nu wel een toilet kopen, staat er. Koop een toilet. Ik moet klikken op anders. In de functies tab. Staat niet eens anders. Daarboven heb je diensten, bezorging, decoratie, opties. Oh, hier andere. Opties en dan andere. Oké, we hebben een parkinglot. Maar hier beneden hebben we een pijltje. Dan hebben we een toilet. Oh. We kunnen het toilet inloggen. Oh, dat kost $50 maar. Oh. Ik dacht, dat kunnen we nooit betalen. Ik denk, het toiletgebouw is wel wat duurder. Maar $50 voor een toilet. Elke dag, man. Prima. Parkeerplaats. Kan ik er nog eentje bij kopen? 399. Nee, dat kan niet. Oké, dan gaan we dat niet doen. Gaan we iets meer sparen nog? Oh, wacht. Ik ga eerst even jou helpen. En daarna moet ik het wel schoon houden, trouwens. Anders dan werken die dingen niet meer. Dat ze komen. Loopt die band loopt vast. Al dat zand hier in Route 66 in America. Is het klikken? Is het klikken toch? Ja, het is klikken. Vergeet elke keer wat het ook weer was. Dit moet ik weggooien. Waarom hoor ik Santa? Als in de kerstman. Ik hoor. Oh, daar! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh, Robert! Wauw! We hebben de kerstman gezien, jongens. Oh my god. Dat was hem echt. Echt, dat was hem echt. Ik weet het zeker, dat was hem echt. Ik weet het zeker. Hij bestaat. Het is echt. Oké. Dit is allemaal goed zo, of zo, I guess. Nou, gooien we dit nog even weg. Oh, wacht. We hebben hier vuilniszak voor, hè. Vuilniszak. Daar kunnen we die kleine dingetjes in doen. Zo. Hebben we hier nog wat kleine dingetjes? Nee. Oh, hallo meneer. Niks aan de hand. Waarom ben ik altijd zo schichtig met politieagent? Waarom hoor ik ineens rockmuziek? Just as I wanted. Wie? Er komt ineens iemand binnen met een gitaar of zo. Wat? Oh! Yo, Elvis, man. Daar heb je hem weer. Ik ken helemaal niks van Elvis uit mijn hoofd.
Maar als ik hem hoor, dan weet je instant dat het Elvis is. Maar ik heb geen idee. Rolling in the river. Oké, dat is tot zover mijn, mijn Elvis impersonatie. Nee, dat doe ik ook niet meer. Ik weet echt niks van Elvis trouwens. Even te denken, maar... Als ik zijn nummers hoor, dan zing je het zo een paar dingetjes mee. Een paar zinnen swing je dan mee, maar... Swing je dan mee, letterlijk. Swing je, niet zing. Je zingt niet met Elvis, je swingt. Maar niet. Oh, kan ik dit... Waarom kan ik het niet oppakken? Oh, zo. Computer, uit 1990. TV, uit 1990. Maar goed. Hè? Waarschijnlijk de helft die dit kijkt, die weet niet eens wat voor tv dat was, maar dat bestond echt. Het lijkt me ook zo raar trouwens, om dat te zien dan. Hoewel, kijk, ik ben opgegroeid met zo'n dikke beeldbuis. hoe gaan we dit doorheen doen? Hoe draai ik dit? Oh shit, hoe draai ik dit? Ik voel me net zo'n hond met zo'n stok die dan niet er doorheen komt. Misschien heel hard. Ja, nou is hij gedraaid. Top. Of tijdens een verhuizing, weet je wel? Dat je dan die tafel er niet doorheen krijgt. Dat je dan denkt, nou ja, mama. Prima. Oh, er is iemand in het toilet geweest. Ik kan hier wel even in. Dus dat moeten we even schoonmaken dan, denk ik zo, hè? Ja. Is er hier iets anders wat weg moet? Ja, dit moet ook weg. Oké. Okay. Er staat vast wel iemand hier weer bij de tank. Jazeker. Ik hoor getoeter. Sorry, man. Great. Of was dat gewoon van, ik ga, doei. Kan ik hier nog iets mee met pickpocketen? Nee, want die hebben geen kofferbak. Oh, interessant. Is hier nog afval? Ja, tuurlijk is hier afval. Of tenminste zand. We willen de populariteit van het tankstation dus met 1 verhogen. Dat willen we doen. Met 1 punt. Tenminste, dat stond er. Dat moet. Hoe we dat doen, is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik denk door dan meer dingen te upgraden. Yo, dit is ook allemaal... Misschien dingen opruimen ook of zo? Ik weet het niet. Ik kan wel trouwens die afvalguy binnenkort laten komen, want er ligt aardig wat troep. Oh, dit ligt ook natuurlijk helemaal vol. Oh, ik heb dat warehouse hier. Hoe gaat die ook weer open? Hoe gaat dat ding open? Oh, hier. En dan vanaf de binnenkant, denk ik. Ja. Denk ik? Oh, hier ligt nog zoveel troep. Dit moet ik allemaal nog opruimen. Oh, je kan hier ook naar de computer. Oh, chill. Dan kan ik even die diensten, afvalinzameling, bestelling. Kan ik dat doen? Ik heb best wel veel dingen vol al. Vol al. Hoe gaat deze deur open? Is dit nee, dat is natuurlijk nog deze. Want deze zit volgens mij ook vol. Ik heb hier ook eentje. Ja, zie, deze zit ook vol. Heb ik trouwens een zaklamp? Nee, hè? Dit past er allemaal net niet meer bij. Zo. Ja, ik moet het... Oh, ik moet deze dicht houden. Want anders komen er dieven. Dat wil je niet. Als je die open houdt, dan komen er dieven. En dan nemen ze alles van je mee. Nou ja, niet alles. Maar ze nemen dan spullen van je mee. En aangezien we best wel aan het struggelen zijn nu. Met ons geld. Dus stel je hebt zo'n... Stel je hebt zo'n groot bedrijf en... Je hebt $470, dan heb je niet echt zeg maar veel om ook nog persoonlijk iets te kunnen kopen wat je lekker vindt. Bijvoorbeeld eten, maaltijden, drinken, de benodigdheden die je nodig hebt om te kunnen leven en te ademen en er te zijn in de wereld. Of niet? Nee, jullie niet, want jullie leven allemaal zonder eten. Ja, dit is nog goed gevuld. Dat is top. Kan ik dit nog bijvullen? Nee. Kan ik dit nog bijvullen? Ja. Please. Hoppakee. Er zitten wat dingetjes bij. Moe. Oh, dat is de rotkind weer. Waar is dat rotkind? Waar is dat rotkind? Er is een rotkind hier. Ik hoor hem.
En die gaat mijn muren graffitiën. Ik ben een oude man, dus ik weet niet hoe je dat zegt. Waar is hij? Daar is hij. Ik stop hem denk ik door iets te gooien. Let op, let op, let op. Waar ben je? Een rotkind. Opdonderen. Hier. Hier, zo. Waar is dat ding in? Ah, nee. Meer. Hier. Stop. Rotkind. Hier. Rotkind. Echt een vervelend kind. Ik moet sowieso trouwens dit allemaal nog verven. Wie heeft hier nu dit vies gemaakt? Dat kan ik doen door dit te doen, toch? Ja. Welke kleur doe ik nu eigenlijk? Wit gewoon. Prima. Ho. Wat was dat? Omdat ik niet in het groen bleef, kreeg ik wit op mijn scherm? Oh, alweer. Oh, dat ziet er anders uit dan ik had verwacht. Beetje mei op een zaterdagavond. Wat? Verhoogt populariteit met 1. Ja, dat probeer ik nog steeds te doen. Oh, weer. Gaat lekker zo. Even de hele zijkant wit. Hoe hoger het populariteitsniveau, hoe meer verkeer. Ja, oké. En hoe... Ik ga zometeen even dubbelchecken hoe die ook alweer verhoog. Oh, hallo mevrouw. Een vreselijk mutsje heb je op. Maar waarom heb je niks gekocht eigenlijk? En geven mensen ook geld voor... Ja, ze geven geld voor het toilet. Oké, dat is nice. Dat is heel nice. Want anders dan... heb ik hem voor $50 gekocht en dan gebeurt er niks. Waarom is deze guy niet aan het komen? Met zijn auto? Zit hij vast of zo? Of wat is er aan de hand? Snap je wat ik bedoel? Wat is er aan de hand? Waarom zit hij vast? Hij kan daar volgens mij niet heen. Nee. Hij moet naar mij komen. Maar dat is de truc voor de... Voor het afval ophalen. Ik snap het niet helemaal. Waarom komt er niemand? Waarom is dat? Zou ik het misschien nog een keer moeten proberen? Dat ik dan een bezorging doe en dan... Oh nee, bestelling... Wat was het weer? Opties? Nee. Diensten, dat was het. Afvalinzameling, bestellen. Bestelling is onmogelijk. Levering onderweg. Ja, maar levering is kapot, man. Misschien moet ik even de game herstarten. Moet ik er even uit en weer in. Vervelend, gast. Of moet ik hem misschien dicht doen? Ik kan dan eerst de tankstation dicht doen. Hé, waarom is dit afval? Waarom ligt hier afval? Close. Wat is dit? Waarschuwing. Hiermee worden alle auto's en klanten gereset. Ja, dat moet ik doen. Dat moet ik doen. Wat? Wat? Oh! Hallo? Wauw. Oké. Okay. Aliens. Oké, gast. Ja, daar komt hij. Ja, zie je wel. Er was iets hier ergens fout, waardoor hij het niet goed deed. Nou, het geeft mij wel mooi de tijd om dingen op te ruimen. Oh, wacht. Dat kan ik natuurlijk met de zak gewoon doen. Komt u maar. Kan ik het een beetje netjes houden hier? Voor zover mogelijk. En ik kan misschien zelfs zo'n... Wat is dit? Het lijkt wel gewoon een torteen. Het lijkt niet op een steen. Het lijkt op een steen zonder S. Want misschien kan ik... Heb ik dan nu even de tijd. En ik heb $400, dus ik kan op zich er wel mee door. Ik heb hier ruimte in die... deze dingen. Gewoon stapelen. Dat mag nooit boven het randje. Dat is een soort ding besteld. Dat heb ik toen met de verbouwing heel veel gehad. Ik hoor een springhaan. Of een cricket. Of een krekel. Wat is het? Oh, hier zit hij. Sta erop. Sta op de krekel. Hier. Waar zit hij? Altijd zo. Dan hoor je die dingen, maar je hebt geen idee waar het zit. Sorry, ik ben nog een beetje ziekjes, zoals ik zei. Maar ja, anders hebben we geen video. Dus je moet wel.
Kan ik het nog hierin doen? Ga jij nu mij helpen? Ga je zelf doen, hè? Oh jee, waarom pak je dit niet mee? Telt dat niet omdat het er niet goed in lag of zo? Oh, en dit ook. Wat is dit nou weer? Voor vliegende hoist. Oh, het moet echt erin liggen. Oké, okay, jammer. Nou ja, we hebben ons best gedaan. En die andere aan de andere kant dan? Even omheen. Is die wel leeg? Ook niet helemaal. Oh, jeetje. Zo. Vervelende guy. Nou, dat is dus ook net zoals in real life. Dan bestel je zo'n grote afvalcontainer. En dan zeggen ze van, ja, je mag niet stapelen tot boven de rand. En dat doe je dan toch. En dan halen ze hem op en dan zeggen ze, ja, we nemen wel mee. En dan weet ik, ja, weet ik. Want jij gaat niet slepen, ik ga niet slepen. En ja, dus ja. Leuke regel, maar niemand houdt zich eraan. Dus ja. Zo, dat is een groot ding. Even de warehouse opruimen, want dit is het warehouse waar alles binnenkomt qua... Worden de dingen zwaar? Waar alles binnenkomt qua wat spul of zo, qua items en dingen. Werkt dit? Dit werkt niet echt, hè? Hoe ga ik dit nou weer in doen? Hoe ga ik dit in godsnaam erin doen? Oh zo, deze manier. Kom op. Heb ik hem? Mag ik deze even weg? Ja. Dan er gewoon zo in. Nee, come on. Wat, dit ding is veel te groot voor zo'n zak. Ik zit vast. Come on, man. Dit nemen ze niet mee. Ja, dit is toch gewoon helemaal ruk, man. En ik weet ook niet meer hoe je draait. Hoe draaide je? R, T, G, F. Ik druk allemaal knopjes nu. V, C, X, Z, Q. Middelmuisknop. Rechtermuisknop. Nee. Zo. Ik kwam met echt een get voor naar beneden. Hé, hey, daar... Moet ik misschien een grotere hebben? Dat ik een grotere... container straks kan inlokken of zo. Want ik snap niet zo goed waarom... dat ding zo... onhandig groot is. De game zou toch ook wel weten van... Ja, dit ding is eigenlijk te groot, maar ja, we laten het gewoon, de gamer zelf laten proberen. Boeien. Oh, deze moet ik hebben. Maar als we dit een beetje opruimen, dan kunnen we, denk ik, punten krijgen vast straks. Hoop ik tenminste. We kunnen nog niet echt upgraden. Oh, wacht. Dat kan ik niet oppakken met dit. Wauw. Waarom niet? Het is toch gewoon een klein zielig platgestampt blikje. Weet je wat het meest chillen is in deze games? Je hebt geen recycling. En dan denk je, oh mijn Milo, recycling is toch goed? Ja, ik weet het. Ik weet dat het goed is. Maar het is wel een klein beetje een pain in the ass, toch? Ze maken het ons wel een beetje moeilijk allemaal met het recyclen. Statiegeld en plastic toeslagen en herbruikbare dit en herbruikbare dat. En oi, 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 je moet steeds meer doen. We doen het allemaal. Nou ja, de meeste. Tenminste, ik doe het. Ik kan ook niet echt veel anders. Maar het is niet dat je zegt, oh leuk. Weet je wat ik doe? Weet je wat ik vanavond ga doen in mijn vrije tijd? Lekker recyclen. Nee? Ja, die beerden laat ik even staan nog. Nou, piano spelen kan ik toch niet, dus die mag ook weg. Ik denk niet dat die wordt opgehaald, maar goed. Hoe die nou lag. Oh, wat is dit, joh? Oh, dit kan ik wel zo meenemen. Maar dat scheelt wel een hele hoop. Dat is wel chill. Even kijken. Kan dit nog dieper? Nee. Kostte mij dat geld trouwens, die vuilniswagen die langskwam. Ik heb daar helemaal niet op gelet. Kostte mij dat geld. Oh. Ik heb er echt totaal niet op gelet. Hierboven woon ik, toch? Ja, hier, dit moet eigenlijk ook allemaal schoon nog.
Waarom moet ik mijn gun weggooien? Dat is zonde. Wauw, dat is echt zonde. Oh, it has to be clean. Ah, dus je krijgt wel achievements van als je dingen schoonmaakt. Oh, alle knuffels ook weg. Ja joh, gooi gewoon alles weg, boeien. Kwijt schelen. Zo, die naar beneden. Die zak naar beneden. Ja, ik ben een beetje aan het opruimen. Vind het wel lekker. Even zo'n opruimzondag. Ken je wel toch? Blijkbaar ging die hele doos erin. Goed. Chill. Echt zo'n typische opruimzondag. Zo van... Ik ga vandaag... alles in mijn kamer of in mijn huis schoonmaken. En dan ben je 4 uur, 5 uur bezig. En denk je... dit is lekker. Nu ben ik moe. Nu wil ik even helemaal niks meer doen. En dan val je in slaap. En dan ben je de volgende dag weer wakker. En denk je, kut, ik moet weer aan het werk. Dan denk je, had ik nou maar gewoon een festivaletje gepakt. Of gechilled. Hè? Nee, maar het is het waard dan. Als je in een schoon huis weer thuis komt, toch? Of een schone kamer. Een opgeruimde kamer. Is dit alles hier zo ook? Volgens mij wel. Waarom mag ik deze slaap... Oh, die slang kan ik wel meenemen. Ik zal hem gewoon weggooien. Oh, waar is hij? Ik wil echt. Hoppakee. Nou, whatever. Die gooi ik straks allemaal goed weg. Dit is allemaal prima. Dit is allemaal troep, maar dat komt goed. Dit ding kan ik nog even gebruiken voor de... ik moet ook een... ik moet ook bijtanken, zie ik. Linksonder. Hoe deed ik dat ook alweer? Dat deed ik door. Ja, daar gaat hij. Want hij is nu leeg. Zo even dan deze en dan hier houden. Ja. Dank u. Dan is hij vol en dan moet ik deze hier doen. Ja. Dat ben ik niet vergeten. Ik heb mijn week misschien niet gegamed, maar hey, dat ben ik niet vergeten. Oké, deze parkeerplaats was het geloof ik die ik nog moest unlocken. Dus dan maken we die alvast leeg. En als ik dat nu alvast doe, dan hoef ik dat niet te doen tijdens als die open is. Dat ik dan in mijn haast zit en dat ik in dat ding zit en dan de klanten en dan nog weer. We zijn nu relaxed gesloten. Dus we hebben nu prima de tijd om eventjes aan onszelf te denken en aan onze zaken te denken. Efficiënt zijn met je tijd. Slim zijn met je tijd. Ben ik trouwens niet altijd. Ha! Hoorde je? Altijd. Deze man. Dat ben ik trouwens. Wat? Nou ja. Dit is denk ik de laatste. Oh, hoppa. Snotter is ook heel vervelend. Nee, ik had een politieagent. Nee, die wou hier stoppen. Maar dat ken je niet. Ik ben gesluizen. Ik ben gesloest. Het is wel weer dag, zie ik. Dus misschien kan ik wel weer even open gaan. Ik denk sowieso trouwens dat ik open kan gaan. Want ik heb ook niet zo heel veel meer. Dat ik denk. Dit moet ik doen. Kunnen we deze hier kwijt? Dus kan ik wel hier neerzetten, denk ik. Toch? Dat is geen kwaad. Zo, waarom is het ineens donker? Hé? Wow, ik ging in dat ding zitten. Nu zit ik vast. Hallo? Wauw, ik zat gewoon vast. Dat is raar. Ik zat in dat ding en het was zonsondergang. En ik word, zeg maar, uit dat ding. En in één keer is het... Yo. Het is nacht, man. Welkom. Oh, en ik kan hem misschien ook even verven. Misschien is dat ook wel een idee. Nog afval, nee. Dan kan ik bijvoorbeeld... deze pakken. En dan de kleur kunnen we dan een beetje cram. What do you think of the cram? Cram de la cram. Dat zeggen ze wel altijd, maar ik heb geen idee wat dat betekent. Oeh, dit is nog best wel prima. On the roll, achievement unlocked. Ja, ik denk omdat ik zo veel heb geschilderd. 10 muren.
niet normaal. Die man heeft 10 muren geschilderd, geef me een prijs. Hey man, ik zie geen fuck. Kut. Oh, ik zie weer helemaal geen shit. Waarom is dat zo moeilijk? Wow. Dat had ik al geverfd? Of? Huh. Interessant. Oh jee. Oh jee. Gast, dit is zo moeilijk te volgen, want je weet niet waar het heen gaat. Dus je houdt je linkermuisknop hou je dan ingedrukt. En ga je wil de hele tijd naar rechts toe. Maar dit maakt het wel mooier, dus ik hoop dat de populariteit hierdoor omhoog gaat. Of... Ik moet zo misschien maar even kijken hoe ik die populariteit precies verhoog dan. Maar dit knapt wel op. We kunnen straks natuurlijk denk ik ook nog dit tankstation van binnen überhaupt upgraden met meer items misschien. En dat je dan meer een aantrekkelijkheidssoort score krijgt van hoe mooier je winkel, hoe meer mensen ofzo. Hoe meer ze betalen. Ik weet het niet. Maar betalen misschien niet trouwens. Want bij betalen heb je een soort markt. En dus je flesje is dan $5 bijvoorbeeld. En dan kan het zo zijn dat hij dan op de markt slecht gaat. Of dat hij op de beurs slecht gaat, zogenaamd. En dan is het flesje meer of minder waard. Dus dat is wel lachen gedaan op zich. 25 muren. Achievement unlocked. Ik zag een geest daar links. Help. Ik weet niet of jij hem zag, maar... Ik had nog mijn cam ervoor zat. Maar ik zag een geest. Come on, man. Wat zie ik daar bewegen? Oh, dat... Nee, daar verderop. Kijk, dat is die geest, maar daar verderop. Zie je dat? Wat is dat? Lijkt een pizzadoos. Oh, hier kan ik niet heen. Wat is dat? Hé? Waarom? Wat is dat voor ding? Wat is dit? Een kaart. Je vouwt een kaart. Ja, en nu? Ok. Ik heb een kaart gevonden. Ok. Oh. Oh. Neem meteen afval mee. Is goed, joh. Het was echt wel in het begin dat we toen ineens... Hey joh, waarom zit ik hier vast? Dat we toen ineens hier zo dat autootje gingen rijden. Compleet random ook. Ik wil trouwens wel echt van het opruimen, terwijl ik in real life helemaal niet van het opruimen ben, maar goed. Ik zie weer de kerstman. Ho ho. Waar is hij? Daar is hij. Oh. Ho, 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 ho. Wat leuk gedaan. Heel leuk gedaan, man. Heel leuk gedaan. Is er nog meer afval ergens? Oh, ja, hier een band. Maar gek, sommige dingen kan je daar wel oppakken, andere dingen weer niet. Oh, band kan gewoon hierin. Moet je echt zo langs lopen. Dion. 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 Als je Dion heet, heet je dan eigenlijk ook Pion? Ik bedoel... Pionnen. Ik weet het niet. Past dit nog? Dit past nog. Nou, eigenlijk niet, maar goed. We doen maar even. Alsof. Het wordt wel steeds voller in al die vuilnisdingen. Misschien moet ik hem nog één keer even halen. Nog even één keer langskomt. Want dit is alvast opgeruimd. Want dit kan. Dit wordt later ook iets. Wat weet ik niet precies. Waarom is die tafel zo zwaar? Ja, nice. Het wordt wel iets. Hier zo. Ik weet nog niet precies wat. Oh, car wash. Het staat er letterlijk op, Milan. Dit is heel... dit is heel slim. Car wash. Dit wordt iets, maar ik weet niet zo goed wat het wordt. Wanneer je naar de kleur rood kijkt en zegt, ik weet wat voor kleur dit is, maar ik weet niet zo goed wat voor soort kleur. Omdat er op de kleurenpalet heel groot boven staat, rood. Rood. Dat je gewoon compleet eroverheen leest. Rood. Kan ik hier nog iets van oppakken? Nee, dat kan niet. Maar dan heb ik alvast
De car... Oh, dit is... Dit moet ik ook nog... Ja, dit zit vast in het zand. Ja, dit moet ik eerst wegscheppen. Nou goed, dat doen we dan wel tegen die tijd. Kom maar goed. Zullen we hem even opengooien? Laten we hem even opengooien. Gewoon 's nachts opengooien. En ik wil ook even weten hoeveel benzine ik nog heb. Of hoeveel gas ik nog heb in mijn tank hier zo. Hoe kan ik dat precies zien? Volgens mij kan ik dat binnen zien in de computer. En dan naar meer info, ja. Oh. Geld besteed aan de brandstof 850, geld verdiend 1000. Oh. Oh, hier. Voltooi alle uitdagingen om tankstation te kunnen upgraden. 700 heb ik dan nodig. Oké. Okay. En de warenhuis, of het warenhuis. 200 spullen kan ik daar doen. Herstellen. Wat is dit dan? Voltooi meer doelstellingen. Oké, dat kan dus nog niet. Nou, dat is prima allemaal. Uitbreidingen. Werkplaats. Ik kan een werkplaats kopen. Dan ontgrendel je bandenwissel, spiegeluitwisseling en kras verwijderen. Ah. Dat is interessant. Wil ik een werkplaats erbij? Ik denk het eigenlijk wel. 300. Maar dan moet ik ook die spullen... Ik heb niet echt geld daarvoor. Dan heb ik nog $178 over. Dat is niet heel veel. Ja, joh, ja, helemaal goed. Ik sta bij je in het krijt. Helemaal goed. Ik heb geen schoolbord. Denk je wel niet dat ik ben. Oh, 2 politieauto's? Oh, ho, ho, ho. Hey. Ik heb hier niks gedaan. Ik weet van niks. Ik heb geen idee wat jij bedoelt. Hallo, ik ben onschuldig. Ik werk hier alleen maar. Alle papieren zijn in orde. 2 gasten. Oh, ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Even wachten. Oké. Inspectie, hier zo. Hier ligt wat. Beginner, nice. Deze moet ik hebben. Oké, hoe doe ik dit weer? Oh ja. Zo, en dan. Actie. Oh, er komt iemand aan. Niks door vertellen. Ik naai erbij. Nee, mijn laatste lapping was dat. Oh! Nee! Shit! Wat gebeurt er nu? Die politieagent. Oh, hij gaat er gewoon weer in. Wat is er gebeurd? Heeft hij nou wel door of niet door? Ik moet even hem snel afrekenen. Doen alsof er niks aan de hand is. Ja, meneer, mooie dag. Hey, mooie avond bedoel ik. Ja joh, succes met werk, hè? Ja, jij ook. Fijne dag. Is je weggereden? Is er niks aan de hand? Daar gaat hij. Oh, zijn alarm staat nog steeds aan. Zie dat die knipper, die voorlicht knippert. Huh. Niks gebeurd. Oké. Nou, prima. Best. Hoppakee. Zo, yes, je kan goed vreten, man. Je hebt goed metabolisme. Want je hebt een goede stofwisseling, hè? Honey. Ga daar dan wat in. Nou, goed. Ik ga even die dingen ophalen. Die afval ga ik laten ophalen. Hoe kan hier nou weer afval of ding komen? Die is niet eens gaan lopen. Daar gaan doen. Dat is deze. En dan ga ik... Diensten, afval, stelling. Mooi. Ik hoop dat hij nu wel in één keer werkt. Dat hij niet weer gaat duggen. Oh. Heard in whispers? Wat gebeurt er? Heel slap applaus, maar goed. Oké. Heel slap. Maar goed. Level 2. Brandstof... status is low. Dan gaan we de brandstof even bijvoegen. Bijvoelen. Bijvullen. Brandstof toevoer. Hoeveel voegen we toe?
100. Ja, 100 liter. Prima. Best. Die komt eraan. Oké, dan hebben we de afvaltruck. Dan komt er zometeen een brandstof meneertje. Nou, prima. Goedenavond. Ja, gooi er maar in, joh. Oh, wacht, ik zal dit nog even leeghalen. Want die afvalman die komt nu. Snel, 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 snel. Ik heb nog een paar seconden. Ik stel ze snel, snel. Snel. Oh, wanneer je de container aan de weg wilt zetten en je hoort hem al piepen. Dat hij bij jou in de straat komt, die vuilniswagen. En dat je dan snel, snel nog even rent. Oké, okay, dit gaat nu allemaal verdwijnen als het goed is. Ja. Oh, nice. Heeft alles. Super chill. Het raakte misschien elkaar allemaal aan. En daarom heeft hij toch alles gepakt. Denk ik. Ik weet niet waarom hij hem nu wel heeft gepakt. Maar nu heeft hij wel alles meegenomen. Zie je wel? Die regels doet er helemaal niet toe, joh. Ze nemen het toch wel mee. Kan ik dit pakken? Ja. Kom er ook nog in. Zo. Klant bij de pomp. Klant bij de kassa. Rustig, rustig. Hier, daar ga je. Alsjeblieft. Hier heb ik nog iets. Dat is goed. Schoonmaken. Hoppa. Jij ook, fijne dag. We hebben 470 weer. Ja, we hebben 100 liter brandstof moeten kopen. Later kan ik dus in de game, en dat heb ik natuurlijk al verteld ook in de eerste aflevering, kan ik dus mensen inhuren om hier te staan en om dit dus te doen. Dus dan... Maar die willen ook pauzes en die willen ook breaks en die willen ook gewoon een keertje chillen. De brandstofslang aan janken. Hoppa. Nu komt er 100 liter bij. Dat is goed. Hebben we verder dan nog dingen die we nu moeten doen? Nou, ik kan even snel dit ding gebruiken. Om even wat weg te halen. We kunnen alvast een parkeerplaatsje hier. Dit is toch vlakbij. Kunnen we toch even leeghalen. Hoppakee. Dan hebben we dat alvast gehad. Waarom niet? Koop een werkplaats in het hoofdmenu van de PC-tab. Tip. Auto's die gerepareerd worden komen automatisch bij de garage aan zolang de deuren worden geopend. Oké, dus hij wil dus nu wel dat ik shit ga kopen. Dat is prima. Dat is prima. Dan doen we dat. Dan hebben we dit stukje zand alvast weg. Maar dat is cool. Oké, meneer die wil hier getankt worden. Dat is prima. Hoppakee. Wacht voor de klantbestelling. Ja, heb ik die. Mooi. Dank je. Geen idee wat daar de aanduiding van was dat hij ineens de bestelling had gedaan. Maar goed. Dan gaan we het kopen. Dan gaan we een werkplaats kopen. Dan doen we dat gewoon. Hier, prijs. Bam. Ik zag de prijs niet. Maar dat is goed. We hebben een workshop. Dat betekent dat wij dus nu auto's kunnen repareren. We hebben een mail. Even checken of dat misschien hier staat. Jazeker. We moeten nu workshop en reserveonderdelen bestellen. Gefeliciteerd, mijn kleine neefje. Het station is groot genoeg geworden om een functionele werkplaats te omvatten. Goed gedaan. Nice. Nou, dat is helemaal goed. Repareren, easy. Doe ik in real life ook altijd met mijn eigen auto. Ik doe mijn eigen APK-keuring. Ik doe mijn eigen banden vervangen. Kijk nou eens even, onze werkplaats, dames en heren. Wauw. Heel, heel mooi. Dit is een pijl naar dat groene. Ja. Dit gooien we eerst even weg, want hè, we houden het graag schoon en netjes hier. Dus dit kan meteen de prullenbak in. Dank u. Hier hebben we de banden. Ja. Dit zijn mirrors. Gereedschapsspul. Een doos van weet ik veel waarom. Scratch Doctor. Oké, okay, als er krassen zijn. En hier is ook een computer. Oké, okay, mag ik iets meer info? Hier kan ik niet op klikken. Daar kan ik niks mee doen. Oké. Okay. We moeten maar gewoon wachten en zien. Nou, ik had het net over u, meneer. Oh, er staat iemand bij de fuel. En 3 bij de kassa. Oh jee, wacht even. Oh jee, wacht even. Ik was zo gefocust op mijn nieuwe garage.
Meneer, of mevrouw, of mens. Sorry, ik was zo druk bezig met mijn nieuwe garage. Sorry iedereen. Sorry. Ja, next. Je kan doorlopen en gewoon even de volgende laten. In de echte supermarkt ook altijd zo. Zie je altijd treuzelen. Zo, wie ben jij dan, gast? Heb jij een ongelofelijke mooie zak. Met supermarktspullen. Volgens mij als je supermarktmedewerker bent, of kassière, zie je ook echt de meest unieke mensen voorbij komen. Dat je echt denkt, gast, je weet dat je er zo bij loopt, zeg maar. Je weet dat het oké is. Okay? Nee, is goed. Oké, wat moet ik doen hier? Dit drukken, denk ik. 3, 2, 1. Wat gaan we nu doen? Repareer! Oké. En nu? Wat de... Wacht op de klant. Ja? Wat de... Hé? Nu repareer. Ja, en oké, en dan... Oh, hier. Nodig nieuwe spiegel met repareren. Oude spiegel. Wat? Oké, een nieuwe spiegel hier. Moet ik dan hierop klikken? Ja, dus. Pats, pats, pats. Nieuwe spiegel erin. Klets. En hier is nog... Deze is krasverwijderaar. Maar hoe moet ik dus de auto helemaal rondom en dan pas kan ik zien wat er mis is? Oh, schoonmaken, schoonmaken. Bang. En de kras is weg. Bang, bang, boem, bang, bang. Oh, deze is ook lek. Oké. Dan nemen we een wiel. Hoe ben je hier gekomen dan, mevrouw? Zoom, 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 zoom. Oké, band eraf. Nieuwe erop. Yo, easy man. Ja, het er weer op. $290. Zo'n mieter man. Dat is gewoon de helft van... Ik bedoel, haha, mevrouw. Logisch. Ik ben een goeie. Zo, dat is echt... Daar kun je rijk van worden, gast. Daar kun je echt rijk van worden. Gewoon een garage... in de game. Had ik nog post? Nee. Bestel auto-onderdelen om uw voorraden weer bij te vullen. Oké, auto-onderdelen. Bezorging... Goed. Departs. Ja. Oh, wat is dit, joh? Auto-onderdelen levering. Oh, die hebben we ook zo'n markt. Net zoals het eten en drinken en al die andere meuk. Oké. Wielen, we hebben er 6. Hier hebben we er 13 van. Hier hebben we ook 13 van. Ik denk dat we wel goed zitten. We kunnen nog geen duct tape kopen, motorolie, batterij, bougie en koelvloeistof. Dus we zijn cool, maar laten we dan voor even de game 4 banden kopen. Goed. Ze willen graag dat ik wat koop. Nou, best. Dan hebben we 4 banden. Oh, hallo mevrouw. Sorry, ik was even banden aan het bestellen. Ik heb een hele goede band met... Ha, 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 ha. Ja, man. Die gast, die bent zo grappig. Niet normaal, maar yo. Een grap met een woord. Wat is dit voor vraagteken? Oh, er staat iemand bij fuel. Even wachten, meneer, vraagteken. Kom maar aan. Doorloop, 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 door. Dank je. Ik vind het wel fijn dat je snel loopt in de game. Kijk hoe hard ik ga. Skiet! ik predicte die toeter heel erg. Wat is dit voor vraagteken dan? Wanneer de bezorgwagen arriveert, pakt u alle autodelen uit naar het magazijn. Oké. Ja. Ja, daar ben ik nu. Oh, daarom dus. Oké. Nou, kunnen we ondertussen even een beetje opruimen. Oh, die gaat ernaast. Ik weet niet of dit trouwens goed is of slecht is. Maar ik dief gewoon die compleet nieuwe box gewoon weg. Hij ziet er nieuw uit in ieder geval. Maar ik heb het niet nodig, gast. Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. En als ik het kon geven aan een kringloopwinkel. Oh mijn god, ik ben al bezig met een pallet in mijn hand, joh, gast. Rustig aan, man. Ik rijd ook gewoon zo hard door. Oké, daar ben ik. Yes. Uitladen, inladen. Hoppa. Yes, taak voltooid. Well do. Is cool, man. Oh, shit. Nou, laat die maar open dan. Als je zo wil doen. Ah, de muur. Oké. Is goed, joh. Doe maar zo. Goed, joh. Goed, joh. Oh, jee. Oh, klanten bij de kassa. Wacht, deze moet ik dicht doen. Anders gaan ze dingen jatten. Snel eruit. Hierheen. Want hier moet je dingen aanvullen, denk ik.
Maar ik heb alleen banden gekocht, dus ik moet alleen dit doen en dan place. Kijk, top. Oké, mevrouw, daar gaan we. Bent u er klaar voor? 3, 2, 1. Repareertje. Hoe kan ik zien wat er dan precies fout is? Is er dan... linker shift. Oh, oké. Band en raam. Oh, zo werkt dat. Hier zo, raam. Of raam. Spiegel. Ja, man. Ik kijk altijd in mijn achteruitkijk raam. Wat? En band. Band. Wel fijn dat jullie allemaal dezelfde maat banden hebben. Dat zou echt heel relaxed zijn in de echte wereld. Iedereen dezelfde maat band heeft. Hoppakee. Oké, ga gedaan. Dag. Nice. Oké, daar gaan we weer. Hoppa. Ik heb trouwens een uitdaging erbij gekregen, zie ik ineens rechts. En dat is... Gaat hier niemand? Nee. Klanten geholpen. 25. Auto's gerepareerd. 5. Auto's op brandstof. 11. Ah. Interessant. Ja, tuurlijk heb jij er weer een zooi van gemaakt. Schat joh. Daar kan ik later dus ook iemand voor inhuren. Iemand die dus gewoon de hele tijd alles schoonmaakt. Hoe noem je zo iemand? Een schoonmaker. Wat dacht jij dan? Nee, ik dacht dat ik dit ook kon opruimen. Oh. Dat is geen afval blijkbaar. Oh, dit wel. Nou, ik neem het wel mee. Want was niet echt meer in die handen. Zo. Oh, je hebt geen garage dingen. Goed. Nou, gaat best oké. Okay. Zo, hè? Dan. Dit kwam weg. Nee, ook niet. Oké. Dat niet. Hier heb ik nog afval. Wacht, ik moet even dat ding opengooien. Zo. Ik kan hierin. Maar waarom kan ik... Ik moet dan dit allemaal weggooien. Dat vind ik wel een beetje zonde. Maar goed. Hoe draai ik dit ook alweer? Waarom ben ik vergeten hoe ik dat draai? Ja, dan doe ik het gewoon op deze manier. Werkt ook. Iets omslachtiger, maar het werkt. Ik weet niet of ik dit moet doen dus. Dat ik dit eigenlijk allemaal weg moet gooien. Nou weet je, fuck it. Sorry man, daar gaat je trombone, klink, 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 ding. Ik weet niet hoe zo'n ding heet, gast. Laat me met rust. Ik weet niet hoe dat heet. Je plaat, je pling, je plong. Er is iemand nu waarschijnlijk die in de comments heeft gereageerd. Milan, dat drumstel ding van waar je zo'n klink, klong geluid krijgt, dat heet een slim libbe kluwblue. Vet. Dit is ongelooflijk vet. Ik ga even wat bestellen. Dat ga ik doen. Oh. Terugkeren. Oeps. Bezorging. Producten. We willen even wat frisdrank erbij. En we kijken even dan naar de groene. Want die zijn dus goedkoper. In stok 25. Deze is ook. Wacht, we kunnen ook hier naar de... Kijk, zie je? Die zijn goedkoper dan de normale prijs die ze hebben. Keer 30. Dus dan heb je er meteen 30. Dat is relaxed. Deze is ook wat goedkoper. Die hebben we ook nog niet. Zo, dan hebben we wat verschil. Die willen we ook wel hebben. Dus ook prima. Popcorn hebben we nog wel. Alice wil ik ook wel. Kunnen we level 2 ook al doen? Oh, we kunnen level 2 ook doen. Je sigaretten, alcohol en ijs, joh. Nou, doe maar lekker. Oh, die ijsjes. Dan heb je er natuurlijk een vriezer voor nodig. Die heb ik niet. Sigaretten. Menthol, tabacco, blend. Oh, ik ben wel heel veel aan het kopen nu. Wacht, ik moet even kijken hoe duur het nou gekomen is. 367. Ik heb 651. Ah, joh. Verdient goed. Komt wel, joh. Sorry, mevrouw. Ik was even alles aan het bestellen voor de winkel, zodat ik winst kan maken op jullie. En dan moet ik denk ik zo'n ding erbij kopen. Dus hoe doe ik dat precies? Hoe koop ik... Zo'n ding erbij. Nee. Decoraties misschien. Movables. Staand. Hangend. Nee.
Het gebruik van lichte decoraties kan de prestaties beïnvloeden. Huh. Oh, ja, ik doet het iemand. Sorry, ik schrok ook. Ik ging ook helemaal zo omhoog. Huh? Wat doet hij? Hè? Wie doet hij? Toe wie? Wat een gek, man. Schappen, hier. Opties schappen. Sigaretten. Ah. Kleine sigaretten standaard. Koop. Zo, die is wel duur, hoor. Een kleine alcohol standaard. Oh, die kan ik niet eens kopen, gek. En ik heb gewoon alcohol besteld al. Oei. Dat is wel jammer. Oké, daar komt hij aan. Ik moet even snel die warenhuis voor hem open doen. Komt u binnen. Kom binnen. Oh, ik heb hier nog een tv. Oh, oeh. Ja. Daar gaan we. Ja, zeker. Zo. Ze zijn nog wat, hè? That'll do. Mooi. Nou goed, ga eruit. Dan kan ik dat ding weer dicht doen. Ja, toppie. Oh, is hij wel dicht? Ik zag hem niet dicht gaan. Hij is niet dicht. Hij is verdomme niet dicht. Kom op. Nu dan. Ja, nu is hij dicht. De deur is ook dicht. Mooi. Want er komen echt dieven, hoor. Die had je hele inboedel weg, joh. Ja, dit willen we niet hebben. Dag meneer. Ik kan niks kopen verder, hè? Nee, ik kan wel dit toevoegen. Zo. Ja, ik deed per 5, want ik wist niet hoeveel ik kwijt kon precies. Ik wil wel variatie hebben in voedsel, want ik kan me herinneren, dat is heel stom, maar ik kan me dus herinneren van echt 2 jaar geleden toen ik deze game voor het eerst aanraakte, dat, want ik heb nooit uitgespeeld en nooit ook dit opgenomen dus, dat het dus zo is dat je, als je verschillende snacks en dingen hebt, dat mensen dan meer bestellen. Dus dat kon ik me nog... Dat is heel raar waarom ik dat dan onthoud. Dan onthoud ik niet dat kleine rotjoch die elke keer gravity komt doen, maar dan onthoud ik wel die... Een dom feitje waar je eigenlijk niks van hebt. Nou, het loopt niet echt storm, moet ik zeggen. Ik had het drukker verwacht. Maar goed. Misschien kunnen we nog wat... Ja, wat kunnen we doen eigenlijk? Verven. We kunnen nog wat verven. Ja, want hier dingen, hierboven moet ik nog dingen verven. Kijk, hier helemaal hierboven. Welke kleur doen we dat? Bruin. Oh, wat doe ik nou joh? Ik zit ineens op het dak. Oh, bruin dak. Ja, mag ook. Is goed. Oké. Best gast. Prima. Oh, dit is nog niet de juiste kleur. Zie je dat? En welke kleur was dat? Crème, toch? Deze? Is dat nou deze? Oh, dit is niet de goede kleur. Nee. Wat kleur had ik? Oh, deze. Nee, wel deze. Ja, zie wel deze. Waarom lijkt het hier dan anders? Heb ik hier gewoon wit gedaan, per ongeluk? Ik snap er niks van. Wat heb ik nou weer gedaan? Ik snap er helemaal niks van. Maar ja, weet je, de muren zijn een kleur. Dus ik vind het best. Het is uniek. Hè? Uniek, zullen we maar zeggen. Dag mevrouw. Doen we bij de garage? Nee. Het is echt heel, heel rustig. Maar misschien is het de kalmte voor de storm. Dat kan maar zo. Kan ik dat ding ook kopen? Nee. Sowieso niet echt veel geld meer. Ik kan wat lenen, maar dan moet ik weer die rente betalen. En dat wil ik eigenlijk ook niet. En roof painting. Nou, dan gaan we. Want deze moet ook even geverfd worden. In bruin. Zo.
Prachtig. Ja. Dan hebben we de buitenkant nog. Jeetje, wat is dat? De buitenkant is wel veel hoor. Zullen we die... ja, welke kleur gaan we dat doen? Zullen we dat gewoon nog niet doen? Dan wachten op dat we een leukere kleur hebben. Laten we dat doen. Laten we de wc... oranje of zo, weet ik het. Dat is een klant bij de kassa, maar die kan wel even wachten. Wc's zijn sowieso altijd een rare, lelijke kleur, maar is goed. Yo, binnen. Moet pap in. Hier, piep. Piep en de piep. Gotcha, man. Super. Zo. Super. Helemaal goed. Oh. Waarom zit ze nou weer te toeteren, voor wat? Op elkaar, hè? Ze toeteren op elkaar, volgens mij. Ja, goed. Ik ben aan het verven. Dus toeter maar wat je wil. Touteren, touteren maar in het wild. Wat jij wilt, gast. Oh. Oh. Blijf in het groen. Ja, gast, ik ben mijn best aan het doen. Zet iemand bij de kassa. Komt eraan. Ik zit helemaal onder de verf. Bijna klaar. Je moet maar even iets langer wachten. Ik wil dit even af hebben, die toilet. Ja, aan deze kant nog. Dan kom ik er echt aan. Maar echt. Dat weet hij helemaal niet, want ik denk dit allemaal natuurlijk in de game. Zo, ik ben er. Ik ben er. Oh, het zijn er nog twee. Schoonmaken. Hoppakee. Ja hoor. U ook, fijne dag. Dag, dank u wel. Heb jij nou weer van haar shirt aan? Smaz. Dat weet ik niet. Smaz. Of is het Kmaz? Awesome. Zeker. Helemaal. Prima. Best. Waar wil niemand tanken? Is dat leeg of zo? Is mijn tank leeg? Tankstation. Nee. Hier, 46%. Nou, dan wat? Kinderten. Waarom willen ze dan niet tanken, joh? Hé. Hey, waarom willen die niet tanken? Oh, die gaat naar de repareren, meuk, denk ik. Je ziet er wel uit alsof ze dat nodig heeft. Nee, hè? Huh? Wat verdorie. Nou. Ik doe zo mijn best. Mevrouw. Ik moet echt een mat kopen of zo, joh. Al die zand die ze mee naar binnen nemen. Die zand. Hallo, Milan. Oké. Okay. Al die zand. Goed, joh. Even alles aanvullen. Iemand zit op het toilet. Nice, zegt hij. ik kan het uitleggen, mevrouw. Zag ik u staan plassen? Hé, ik oordeel niet, maar... Laten we zeggen, het is de eerste keer dat ik dat zie. Van... Ik oordeel niet. Nee, ik weet het niet. Ik ben gewoon... ik hou het voor mezelf. Ik laat dit gewoon in mijn gedachten. Oké. Okay. Kan ik het plafond ook doen? Ik kan het plafond wel doen. Oh, dan wordt het ineens een dak. Oké, dat wil ik niet. Nou, cool. Oké. Ja, nou, tot zover gaat het eigenlijk best wel goed. En die uitdaging is ook gewoon... Oh, zo. Morgen. Helemaal goed, joh. Oh, je gooit even wat afval weg. Dat is wel fijn dat je dat daarin doet, inderdaad. Dank je. Kan ik hem meteen opruimen. Helemaal goed. Helemaal goed, rekenen we die even af. Het is gewoon nu even die uitdagingen voltooien. En money maken een beetje. Good job. Good job. Die gaat mij niet vertellen wat een good job is. Maar wel, dat doe ik lekker zelf wel. Money. Aha. En dan zie ik jou de volgende keer in een nieuwe aflevering van Tankstation Simulator. Waarschijnlijk morgen of overmorgen al. Doei.